Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. De satellietfoto laat niets te raden over. Nederland bevindt zich in een gebied met heel veel bewolking en uit die bewolking vallen talrijke buien. Ook waait het nog stevig in de kustregio, vanochtend staat daar windkracht 7 tot 8 en tijdens een zware bui zijn windstoten mogelijk tot ongeveer 100 km per uur. Maar vanmiddag wordt het allemaal wat rustiger, de zon breekt wat vaker door. Het aantal buien neemt af. Helemaal droog wordt het niet, en ook de wind wordt minder sterk. Temperaturen vanmiddag 11 tot 13 graden, dat is iets onder normaal. Vanavond is het dan op de meeste plaatsen droog en blijft de wind verder afnemen. In de nacht wordt het zelfs op sommige plaatsen windstil en kan er even een mistbankje ontstaan. Morgen overdag hebben we te maken met veel wolkenvelden. Daaruit kan wat motregen of lichte regen vallen, en heel af en toe breekt ook de zon door. Temperatuur boekt weer iets winst en het wordt zo'n 13 à 14 graden. En kijken we naar het weer richting het weekend, dan zien we dat het toch vooral wisselvallig blijft. Als het vrijdag overdag grotendeels droog, de regen komt pas in de avond duren. In het weekend ook wisselvallig weer met vooral zondag ook van tijd tot tijd zon. En temperaturen 14 naar 15 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.